Deze zomer vindt de jubileumeditie plaats van Grastival. Het is een muziekfestival in Luttelgeest. En dit keer wordt het voor de vijfde keer georganiseerd. Gaan we over praten met Stan Koning, de voorzitter van de organisatie van Grastival. Stan, goedemiddag. Goedemiddag. We willen eerst natuurlijk even weten wanneer dat festival precies is deze zomer. Nee. Het festival van dit jaar 2022 zal plaatsvinden op 13 augustus. Ja, dat is dus bijna al. Leg even uit voor de mensen die het niet kennen. Natuurlijk een beetje gek. Het wordt dan voor de vijfde keer gehouden. Maar er zijn mensen die het niet kennen. Wat is het voor festival? Ik zal eerst even een beetje achtergrondinformatie waar we het net ook al eventjes over hebben gehad. We vallen onder Jonge 19 nu. Dat is een jongerenorganisatie. En als jongerenorganisatie Ieder dorp heeft een bestuur en daaronder vallen dan een aantal feesten. En wij zijn een van die feesten. En 5 jaar geleden zijn we begonnen. Binnen Jonge 19 nu zitten voornamelijk veel figuurfeesten. En wij wilden heel graag eens wat anders bieden aan de jongeren in de Noordoostpolder en in omstreken. Dus toen zijn wij begonnen met een festival te organiseren binnen Jonge 19 nu. Daar waren wij de eerste in. En ja, we zijn begonnen met een 700 man en 2 podia. En uiteindelijk zijn we uitgegroeid naar de laatste editie, 1400 mensen. En hebben we een grote festivaltent staan, een spantent en vaak een buitenpodium. En we kenmerken ons echt wel dat we ook qua uitstraling steeds meer naar de festivals toe willen. Wat op dit moment volgens mij echt populair is. En ja, proberen wij die vertaling te maken voor jongeren en toegankelijk. Ja. En wat is een beetje het genre qua muziek op die podia? Het is voor een festival dat je wel verschillende soorten muziek doet. We hebben eigenlijk altijd maken gebruik van een hoofdtent. Dat is een grote festivaltent. Daar komen vooral bands in. Dus daar hoor je veel rock of coverbands. Daarnaast hebben we ook altijd nog een DJ-tent, noemen we dat gewoon. En daar komt dance. Noem het maar op. Voor iedereen is er wat eigenlijk. Hardcore. Ja. Ja. Ja, want Stan, dit is nu de vijfde keer dat jullie het organiseren. Jubileumeditie had eigenlijk 2 jaar geleden al plaats moeten vinden. Ja, helaas. De voorbereidingen waren al in een gevorderd stadium. En toen kwam corona om de hoek kijken. Dus toen hebben we dat af moeten lassen. In die tussentijd veel onzekerheid gehad. Wel weer wat opgestart, maar uiteindelijk weer afgeblazen omdat dan de maatregelen weer veranderden. En dit jaar mogen we het eindelijk organiseren. Ja. En alle artiesten die jullie 2 jaar geleden hadden vastgelegd, komen die dan dit jaar weer? Ja, die hebben we vastgehouden. We hebben toen ook gesprekken gehad met boekingbureaus en bands voor eventuele aanbetaling om zo ook de coronatijden door te helpen. Ja. Dus daarom hebben we ook voor gekozen om die gewoon vast te houden en niet over te stappen op eventuele anderen, omdat we elkaar zo ook er doorheen moeten helpen. Ja, laten we het even hebben over die line-up. Wie staan er allemaal? In de hoofdtent staat ik begin even bij de hoofdband dan. Mm-hmm. Als einde hebben we Starstruck. Dat is best wel een bekende band. Als ik het goed heb, heeft die ook bijvoorbeeld op een Zwarte Cross gestaan. Dus die hebben wel ervaring in het bouwen van een feestje. Verder hebben we de line-up gevuld met de Green Monkeys. Dat is eigenlijk het hoofdpodium. Die spelen allemaal verschillende fases van de avond met een aantal pauzes doorheen. En die pauze vangen we dan op met onze andere podia. Bijvoorbeeld in ons partyhouse of DJ tent hebben we DJ Dani. Die hebben mensen ook wellicht al gezien tijdens Nopop. Die heeft daar Nopop afgesloten. Die gaat bij ons de partyhouse/DJ-tent afsluiten. En voor de rest wordt dat aangevuld door DJ's van Gekhuis, Vista Kings. En we willen ook altijd lokaal talent de kans bieden. En dat doen we dan ook vanuit ons eigen dorp, bijvoorbeeld een Thomas van Beveren. En dan voor de rest vullen we de avond en pauzes en het terrein met een mooie brassband.
Ja, het klinkt hartstikke gezellig. 13 augustus is dat dus. Nou, ze hadden het net al even over die coronaperiode. Jullie hadden dit eigenlijk 2 jaar geleden al willen organiseren. Is dit nou het festival wat je 2 jaar geleden hebt willen neerzetten? Of is er toch wel wat aan moeten passen? Nou, het is wel zeker wat aangepast. De kosten zijn gewoon omhoog gegaan de afgelopen tijd. Dat heeft natuurlijk met allerlei aspecten te maken waar iedereen op dit moment tegenaan loopt. Dus we hebben wat moeten veranderen. We hebben ook uiteindelijk bepaalde artiesten zijn weggevallen. Hebben we vervanging voor moeten zoeken. De basis is nog wel redelijk hetzelfde. Maar de opzet van 3 jaar of 2 jaar geleden, dat is niet exact hetzelfde. Ja. Zijn er nog kaartjes over voor 13 augustus? Eigenlijk is pas de afgelopen week de kaartverkoop voor iedereen open gegaan. In 2 dagen hebben we dik 300 kaarten verkocht. Dus als dit zo doorzet, dan moet iedereen er wel snel bij zijn. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar. Kijk. Standkoning van Grastival. Het festival vindt dus plaats op 13 augustus. Wil je erbij zijn? Ga dan snel op zoek naar kaarten. Dankjewel, Stan. Ja, jullie ook bedankt.